Hoi hoi en super leuk dat je weer komt kijken naar mijn filmpje. Vandaag ga ik voor jullie maken deze kaart. Deze kaart heb ik afgeleid van de kaart die ik gemaakt heb voor mijn vaste vrijdag item, namelijk de Vintage Vrijdag op mijn blog. Voor deze kaart heb ik een beetje een mix gebruikt van Stampin' Up! Producten en wat bloemetjes die nog in mijn eigen voorraad lagen. Nadat ik klaar was met deze kaart had ik echt zoiets van, oeh wauw, volgens mij kan je hier nog veel meer dingen mee met deze basis. En zodoende is deze kaart eruit gekomen. Hierbij heb ik echt alleen maar Stampin' Up! Producten gebruikt en heb ik gebruik gemaakt van de stansen en een mooie bloemenset met blaadjes erbij in plaats van kant-en-klare bloemetjes. Dit is wat we vandaag dus gaan doen. Alle benodigdheden staan dit keer op mijn blog. Ik ga ze niet allemaal laten zien, want ik merk dat de filmpjes soms een beetje aan de lange kant zijn. Op de blog, als je kijkt onder de fotootjes van de producten, dan kun je daar klikken op supply list. En als je daarop klikt, dan krijg je een lijst met benodigdheden voor deze kaart. Voor het stanswerk ga ik gebruik maken van twee stansensets. Detailed Floral Thinlids, dat is voor de basis van de kaart. En Botanical Builder Framelits, en die ga ik gebruiken om de bloemetjes te stansen voor deze kaart. Ik begin allereerst met de basis. Ik heb deze op 14 bij 10 afgemeten. En dat heb ik gedaan om zodat ik nog een beetje kan spelen, zeg maar, met de ruimte die er is. De stansen, die leg ik eigenlijk als het ware tegen elkaar aan, om te beginnen. Ik zorg ook dat de ruimte aan de randjes gelijk is aan alle tweede kanten. Om mij nou een klein beetje te helpen, gebruik ik weer een stukje blauwe scotch tape. Om te zorgen dat ze enigszins aan elkaar blijven. Want het is echt belangrijk dat de stansen tegen elkaar aan blijven zitten. Ik maak zo meteen een sandwich met de magnetic baseplate en de precision baseplate. En het stansen doe ik zodra ik even buiten beeld. Voor de bloemetjes heb ik een aantal restjes. Deze stansenset die bestaat uit meerdere delen en dat betekent dus dat je best wel veel vrijheid hebt in het gebruik van diverse bloemetjes en blaadjes. Ik hou daarvan. Dus er is ook een stempelset bij die leuk is, maar die gebruiken we deze keer niet. En als je klaar bent met stansen, dan is het wel zaak dat je even checkt of hier alles goed door is. Vervolgens kun je de malletjes losmaken met de stansenborstel. Er is een heel duur Engels woord voor, maar die ben ik nu even kwijt. Het principe is als volgt. Er zit een matje bij en een borstel. En je gaat dan heel rustig over het malletje. Daar zitten die kleine gaatjes in en als het goed is, dan raak je op die manier je extra je afvalstansen, zeg maar, raak je dan kwijt. Maar het helpt je ook om je mallen makkelijk van het papier af te halen. Dat ga ik dan even heel voorzichtig doen. Kijk, en zoals je ziet blijven er vanwege het feit dat die mal zo gedetailleerd is heel veel stukjes over. Nou, die kan je met een prikpen er heel makkelijk uithalen. Ik gebruik meestal even het borsteltje. Dan probeer ik eigenlijk het meeste zo'n beetje los te krijgen. Je hoeft echt niet heel hard te drukken. Het gaat eigenlijk best wel makkelijk. En alles wat dan overblijft, ja, dat trek ik eruit of dat haal ik er dan even uit met een
met een prikpen, maar daar ga ik jullie dan nu even niet mee vervelen. Nou, zo zie je dat de basis er eigenlijk gewoon zo uitziet nu. Als je goed kijkt, dan zie je hier een heel klein randje lopen. Voor het model van de kaart die wij gaan maken, maakt het eigenlijk niet zoveel uit, omdat wij hier een stukje lint overheen gaan plakken. Als je dit nou niet wil hebben, dan moet je in tweeën stansen en vervolgens echt heel goed de malletjes aan elkaar laten aansluiten. En als laatste gaan we het randje afstansen. Dan krijg je een, dit past precies eigenlijk in elkaar. En dan krijg je een heel mooi geheel. Dus dat doe ik ook nog eventjes buiten beeld. Nou, en als je dan de randjes mooi hebt weggestanst, dan ben je klaar om te plakken. Dit plakken kan je doen met de fine tip glue pen. Of je gebruikt hiervoor de multipurpose glue. Ik gebruik de multipurpose glue en dat doe ik op de wat dikkere randjes eigenlijk. Je hebt niet zo heel veel nodig. En hou er ook rekening mee dat hoe dikker je de lijm aanbrengt, hoe meer kans je loopt om vlekjes te krijgen. In het midden nog even een paar van die dikke stukjes opzoeken. En dan is het eigenlijk wel genoeg lijm. Dit is echt een lijm die echt goed plakt. Dus je hoeft niet overdreven veel lijm te gebruiken. De multipurpose of de fine tip glue pen, die is ook fijn om te gebruiken. Maar ik kies ervoor om nu eventjes deze te doen. Zoals je ziet is de gestanste basis even breed als het stukje van de Shimmery White. Nou, het hoeft niet, je mag hem ook wat kleiner maken. Maar voor mij is dit een goede layout. Dan gaan we het stukje jute plakken. En dat plakken we, zoals ik net al zei, precies op dat dunne lijntje. Is ook wel een goede... Hoe zou ik dat zeggen? Richtplaats. Ik plak de jute op met tear and tape. Ik ben gek op het gebruik van tear and tape, omdat ik het is hele sterke tape, maar het is ook heel makkelijk in het gebruik, omdat je het gewoon makkelijk kunt afscheuren. Het stukje jute wat ik heb afgesneden is iets, of afgeknipt, is iets breder dan het geheel. Maar op die manier kan ik het mooi afknippen als ik ermee klaar ben. Even kijken of dit wel helemaal recht gaat. Zo. En als je het dan nu afknipt, dan sluit het lint ook mooi aan het cardstock. Goed, dan gaan we nu de basis versieren. Ik heb hier natuurlijk daarnet al de bloemetjes uitgestanst. Die gaan we zo meteen opplakken. Ik heb in de tussentijd ook nog jute erbij gedaan. En ik heb een doily. Die heb ik, daar heb ik een stukje afgeknipt om het mooi te maken. Ik ga niet een hele doily gebruiken als ik maar een klein stukje nodig heb. Dus die andere kant gebruik ik dan weer voor een andere gelegenheid. Ik ga nu de label ponsen. Dat doe ik hiermee. Beetje rommel op mijn kaart. En je ziet wel dat de basis dan ook weer een beetje wittig is. Dus en dan wordt het een beetje flats natuurlijk. Dus ik ga even de randjes aanzetten met wat crumb cake inkt.
Bij dat aanzetten, als je hem zo houdt, wordt hij vrij donker en recht. Maar als je het ook nog een beetje zo doet, dan krijg je ook nog een klein beetje inkt op de randjes. Waardoor je echt dat verouderde effect hebt. Zo, en de onderkant doe ik nog even niet, omdat ik nog niet weet hoe lang ik hem eigenlijk wil hebben. Ik denk niet al te lang, omdat ik natuurlijk niet wil dat er wat van de decoratieve basis verloren gaat. Dus ik denk dat dit wel een goede lengte is. Ja, dat scheuren, dat hou je een beetje bij die verouderde technieken. En ik hou er wel van om te scheuren. Ik vind dat altijd een heel speels effect hebben. Nou, zoals je ziet is mijn doily nu dus een beetje te lang. Dat maakt verder niks uit, want daar ga ik een stukje van afknippen. Zo, nou prachtig. Ik denk dat het zo goed is. Ik ben tevreden. Ga ik nu alles even opplakken. Moet een beetje over de jute heen. Ik denk dat ik hier een dimensional voor ga gebruiken. Dimensional. Ik denk dat ik het wel stevig ga opplakken. En daar hou ik dan rekening mee waar dat lint loopt. Om te zorgen dat het daar niet extra gaat bobbelen. Dus aan de bovenkant en aan de onderkant. En dan denk ik dat het wel goed zit. Zo. Dan hebben we bloemetjes en blaadjes. Ja, ik denk dat ik zo erg tevreden ben. Als ik dan eventjes het voorzichtig optil op de basis, dan zie ik dat ik hier tevreden ben. Ik ga het heel even opplakken. Ik ga de randjes nog een klein beetje sponsen. En dan is de kaart alweer klaar. Oké, en na wat knip- en sponswerk heb ik het kaartje in elkaar geplakt. Hoe je het cluster op je kaart zet, dat is eigenlijk ook nog eens een keer een beetje afhankelijk van wat je eigen smaak is en hoe je het zelf wil doen. Ik heb de bloemetjes heb ik niet gestempeld, ook al zit er een stempelset bij. Ik heb alleen de randjes een klein beetje gesponst wat onderscheid te maken tussen de verschillende bloemetjes. En ja, ik vind dat altijd heel mooi staan. Dit is de kaart van deze keer. Ik hoop dat je het allemaal hebt kunnen volgen en dat je het leuk vond om naar te kijken. Is dat zo? Geef me dan een duimpje. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan in ieder geval naar onderstaand adres. En dan zal ik zo goed mogelijk proberen antwoord te geven. Ik hoop je graag de volgende keer weer te zien. Doei doei!